Sla een willekeurig SEO boek over, of volg een cursus en het zal altijd gaan over linkbuilding en het verzamelen van backlinks. En ja, dit kan je positie enorm ten goede komen, maar het kost enorm veel tijd en vaak ook gewoon geld. Wat nu als er een hele andere vorm van links bestaan? Linkjes die veel makkelijker te krijgen zijn en waarmee je dus veel makkelijker bovenaan komt in Google. In deze video ga ik je uitleggen wat dit soort linkjes zijn, hoe je deze slim kunt plaatsen en wat de hiërarchie op jouw website voor impact heeft op jouw positie in Google. Om het je helemaal makkelijk te maken heb ik ook nog het Meer Klanten met SEO handboek gemaakt. Die kun je gratis downloaden op webnemer.nl/SEOboek. Dus ik zou zeggen, pak nog even wat te drinken en laten we beginnen. De interne links en hiërarchie van je website. Elke website die heeft een hiërarchie. En een hiërarchie is eigenlijk de homepage en vervolgens de dieperliggende pagina's. Dus de homepage staat al bovenaan de hiërarchie en vervolgens zijn het dieperliggendere pagina's. De hiërarchie is belangrijk omdat de homepage over het algemeen de meeste waarde heeft opgebouwd. De homepage kan de complete waarde die een domein heeft opgebouwd doorspelen. Elke pagina en elke complete website bouwt op het internet waarde op. Die waarde wordt uitgedrukt in een soort van punten. Deze gedachte komt vanuit de PageRank. Dat is waar Google ooit mee begon. De PageRank die is ontstaan met de gedachte van dat hoe meer websites naar een bepaalde bron linken, hoe waardevoller die bron is. Daar kwamen alle SEO'ers achter, dus die zijn als een gek gaan azen op websites met een hele hoge PageRank om vervolgens op die manier hun positie in Google te manipuleren. Daar was Google het zo zat van dat ze op een gegeven moment PageRank niet meer openbaar hebben gemaakt. Google werkt nog steeds met PageRank, alleen maakt dat dus niet meer openbaar, waardoor er dus andere tools in het leven zijn geroepen die toch enigszins een indicatie geven over jouw opgebouwde waarde. Hoe dat werkt, leg ik je later uit. Laten we eerst kijken hoe zo'n hiërarchie werkt. Stel dat jij op jouw website inmiddels 40 punten hebt opgebouwd. 40 punten, beginnen we hier, dat is op jouw homepage. En elke pagina bouwt waarde op, maar we gaan het eerst even over de hiërarchie hebben. Stel dat jouw complete website dus 40 punten heeft opgebouwd. Dan kan je die 40 punten verdelen door het aantal linkjes dat je op de website plaatst. Dus stel dat ik in dit geval 4 linkjes zou plaatsen. 1, 2, 3, 4. Dan wordt die 40 punten wordt verdeeld door 4. Dus dan zou ik elke pagina 10 punten meekrijgen. Stel dat ik op deze pagina vervolgens ook weer 2 linkjes plaats. Dan begint eigenlijk het proces weer opnieuw. Dan zijn er 1, 2 linkjes. Dus die 10 punten die ze hebben opgebouwd wordt verdeeld over 2, dus elke pagina krijgt 5 punten mee. Stel dat ik op die pagina ook weer 2 linkjes maak, dan wordt het weer verdeeld, etcetera, etcetera. Wat gebeurt er nu als ik deze 2 linkjes weg zou halen? Dit zijn nutteloze linkjes aan diensten die we niet meer doen of linkjes naar onze Facebookpagina. Elk linkje dat op jouw homepage staat, dus overal waar je overheen gaat en je krijgt dat vingertje te zien, dat je ergens op kan klikken, is een linkje. Dus ook een plaatje die van eens groter wordt. Of het Facebook-icoontje dat ik naar jouw Facebook-pagina kan gaan. Overal waar ik op kan klikken, is een linkje. Dus realiseer je dat als je je homepage bekijkt en dus alle linkjes bekijkt, dat je dus enorm veel waarde doorspeelt. Nou, met die gedachte in je achterhoofd kun je nog eens kritisch gaan kijken of dat je daadwerkelijk wel wilt linken naar een afbeelding die groter wordt of naar je Facebookpagina op je homepage. Als je op een gegeven moment dus die linkjes weghaalt, dat zie je, dan krijgt deze pagina, of deze pagina, het is maar hoe je het bekijkt, niet 10 punten mee, maar 20 punten. Ik heb dan in één klap mijn waarde verdubbeld. Dat kan een verschil betekenen tussen ergens zweven op pagina 2 of gewoon kaart op pagina 1. Dat werkt helemaal zo wanneer je bijvoorbeeld deze pagina, dat ik zeg, die plaats ik niet alleen hier, maar die plaats ik helemaal bovenaan in de hiërarchie. Hoe werkt dat? Stel, ik zou hier zeggen, ik heb hier de homepage, imgemak.nl. Dus hier hebben we de homepage. Vervolgens gaan we dieperliggende
categorie in. Dus diensten. Dan hebben we de diensten marketingadvies en vervolgens online marketing. Dan zit ik dus al in de eerste. Dat zien we hier. Vervolgens ga ik door. Dan kom ik in de tweede stap. Dat is hier. En in de derde stap. Dus inderdaad, ik zal dus hier dus 2,5 punt mee krijgen. Als ik niet zeg, ja hallo, ik laat niet eerst mijn bezoekers in diensten, online marketingadvies en dan voor eens in de online marketing. Nee, ik zet hem niet in deze, maar ik plaats hem daarboven. Dan kan het zo zijn dat je in één klap niet je linkwaarde verdubbelt, maar soms wel verviervoudigt of vervijfvoudigt. Dat kan helemaal enorme sprongen veroorzaken. Dus kijk eens kritisch naar die hiërarchie op jouw website en hoe ver bepaalde pagina's van jouw homepage zijn verwijderd. Nou, dat kun je zien door er dus elke keer in een dieperliggendere pagina een slash wordt gebruikt. Dat is sowieso een dieperliggende, want dat is eigenlijk elke keer een mapje. Dus dit is stap 1, stap 2, stap 3. En kijk eens kritisch of jij je belangrijkste pagina's, of dat je die ook op je homepage hebt staan. Dus dat je op je homepage de belangrijkste pagina's, dus dat je daar naartoe verwijst vanaf je homepage. En kijk dan ook eens kritisch op jouw homepage of dat je daar linkjes hebt staan die je misschien liever wilt verwijderen, nu je weet dat elk linkje waarde meekrijgt. Nou, hoe kom je achter de waarde die jouw pagina of website hebt opgebouwd? Daar kun je talloze tools voor gebruiken. Je kunt Majestic SEO gebruiken, Moz Open Site Explorer of Ahrefs en zo zijn er nog wel andere tools. Wij gebruiken zelf Ahrefs. Via Ahrefs vul je je website in en dan krijg je op een gegeven moment de UR, dus de URL rating van die desbetreffende pagina en de DR. Zo heeft Webnamer, onze websitemaaksoftware, nog niet zo heel veel punten opgebouwd. Promotie is ook nog niet echt opgestart. Maar ik zie wel dat we inmiddels 16 punten te verdelen hebben. Dus de DR, dus de hele website webnamer.nl, heeft 16 punten opgebouwd. De pagina zelf nog slechts 14. Je zult zien dat elke pagina ook punten opbouwt. Die paginapunten die worden ook weer verdeeld. Dus stel een bepaalde pagina heeft 40 punten opgebouwd, dan worden die punten ook weer verdeeld over alle linkjes. Dus door interne linkjes te plaatsen, dus van pagina A op jouw website naar pagina B op jouw website, kun je dus waarde doorspelen van pagina A naar pagina B. Zo stem je eigenlijk jezelf als het ware omhoog in Google. Nou, hoe je dat heel slim en in een heel snel tempo kan doen, leer je in de SEO-strategieën sectie. Daar leer ik je enkele zeer snelle technieken om dus dit op grote schaal te doen en op slimme en bijna slinkse wijze jezelf omhoog te stemmen in Google. Dus mocht je daarmee aan de slag gaan, kijk dan even in de SEO-strategieën sectie. Nou, hoe kom je dus makkelijk achter het aantal links dat je gebruikt? Ik ga eerst naar de website, in dit geval Webnamer, want daar hebben we de paginapunten van in kaart gebracht. We weten dat we dus 16 punten hebben. Als we die 16 punten moeten we gaan verdelen over het aantal links. Nou, daarvoor kun je een kleine tool gebruiken als Check My Links of Count Links. Count Links werkt in mijn optiek een stuk sneller voor dit proces. Check My Links die markeert ook elke link. Dus die geeft dat een groen kleurtje als de link ook nog werkt. Dus dan zie je ook overal waar die link staat. En geeft het een rood kleurtje als de link niet meer werkt. Wil je gewoon even een snelle analyse van het aantal links, dan kun je beter count links gebruiken. Ik ben op de pagina beland. Ik heb die count links aangevuld of aangevinkt. En ik zie hier dat ik dus die 16 punten moet verdelen door 213 links. En je kunt je voorstellen dat dus elke link eigenlijk gewoon geen waarde meer meekrijgt. Hoe kun je daar slim mee spelen? Dus hoe kan je er nou zeggen van ja, maar ik wil wel naar heel veel pagina's linken? Is door heel slim en goed naar jouw website structuur te kijken en na te denken of dat ik direct al naar bepaalde pagina's moet linken vanuit de homepage. Dus een paar slimme technieken die je daarvoor kunt gebruiken is dus te zeggen van oké, we hebben bepaalde pagina's, daarvan linken we nu, doen we het bijvoorbeeld zo. Dus we linken direct naar een bepaalde pagina toe. Alleen dat gaan we categoriseren. Dat categoriseren kan bijvoorbeeld met de over ons pagina.
Dus we hebben een over ons pagina, we hebben reviews, we hebben vacatures, we hebben het team, we hebben visie, missie. Dan heb ik eigenlijk al 6 linkjes. In plaats van die 6 linkjes dus op deze manier te tonen en direct die 6 linkjes te geven, zeg ik hier gewoon 1 link over ons. En onder die categorie kan ik dan weer op die pagina weer nieuwe linkjes plaatsen naar het team, vacatures, etc. Het kan ook door bijvoorbeeld bepaalde diensten te koppelen naar één bepaalde dienst. Het kan ook door niet alleen maar alle blogberichten direct te tonen, maar alleen maar de categorieën. Dus speel daar slim mee. Denk gewoon goed na van, hey, ik heb maar een x-aantal punten opgebouwd, dus ik heb niet zo heel veel punten te verdelen. En kijk dan eens kritisch naar hoe je via je slimme SEO-indeling jezelf omhoog kunt stemmen in Google. Heb je deze video gewaardeerd? Klik dan even op het duimpje omhoog. Dan weten wij dat we op de goede weg zitten. Plus, wij kunnen meer mensen bereiken met dit soort SEO-tips. En mocht je dit nu zodanig interessant vinden en geen enkel onderwerp meer willen missen, zorg dan dat je je gratis abonneert en dan zie ik je bij de volgende video.